ziet er hier toch wel interessant uit, vind ik. Allee, ja, vooral voor dat er hier binnenkort zal te gebeuren, hier in de Brocaire. 6 februari is het hier Sportman van het jaar. En er zijn 4 genomineerden, met ervan 2 meisjes die me toch wel een beetje interesseren, langs de ene kant. Langs de ene kant hebben we de vaste winnaar, vaste Jelland, een triatleet, een triathlonwinnaar, waarschijnlijk ook deelnemer van andere competities ook. En langs de andere kant heeft dan het wien die meer in mijn zit, meer wrestling doet, is Black Cobra. En velen zien er hem als een underdog. Ik weet niet waarom, want Black Cobra heeft al veel bereikt. Hij is al 4 keer een tag team champion geweest. En aan de ene kant mij ook al veel bereikt. Hij heeft al vele dingen gewonnen. Hij heeft al zelfs medailles gewonnen op de Budo Games in Hestel. Heeft hij ook al gedaan. Hetgeen waarvoor ik wel geïnteresseerd ben, is het feit wat een strijd dat ze gaan voeren tegen elkaar. Want aan de ene kant, Vaste Jelland is de vaste winnaar. Black Cobra wordt meer gezien als de underdog. Ik vind het wel interessant om te zien. Ik wil wel haar weten wie dat gaat winnen. Maar je ziet er ook wel weten hoe je in het achterhoofd om wie dat er op de liste staat. Black Cobra, Vaste Jelland. Van de weken ga ik nog proberen voor in contact te geraken met Black Cobra. Voel zijn gedachten vragen erover, hoe of wat. En wel, want dat zo rap mogelijk zien zijn. Goedendag. Ik zit hier nu voor de moment te wachten aan de zalen. Hier. En ik hoop, want ik Black Cobra juist naar buiten zien komen, voor er een woordje mee te kunnen klappen. En ik zie hem nu juist afkomen, want ik kan naartoe gaan. Hey Cobra! Cobra! Zet ik met de cliënt worden dat ik de laatste dagen hier zit te doen. Ik zet ik met de keren een dingetje gemaakt, een filmpje gemaakt voor een beetje je ding met de strijd met de Vaste Jelland. Zet ik een beetje te volgen en ik vind dat wel interessant. Ik zou graag willen weten wat hij er zelf van peist, wat dat hoe dat je het vindt, wat dat er gaat gebeuren, hoe dat je wilt dat gaat gebeuren. Kan je het wat meer vertellen erover? Kijk, om eerlijk te zijn, ik ben blij dat je zelfs zei van dat je bezig bent met een heel concept over ikzelf. Dat je zelfs een filmpje gemaakt hebt. Nu, wat dat het betreft tussen ik en Vaste Jelland. Kijk, om eerlijk te zijn, het is dit gewoon het feit van dat ik voor de eerste keer nu van de stad hier in Trot genomineerd ben. Interessant. Voor sportman van het jaar te worden. Dat is wel een keer interessant voor te worden. Hoe vind je dat zelf? Ik vind achter al die jaren dat we in de stad hier toch 2 keer per jaar een eigen show in. Dat je toch wel een keer mag aan bod komen. Nu natuurlijk, ik heb ook vernomen dat we met 4 kandidaten zijn. Van dat er Vaste Jelland er zeker tussen zit. Ah ja, dus, natuurlijk, want het is wel iemand die toch wel bijna alle jaren wint. Dat is iemand die de laatste jaren nog constant gewonnen heeft, inderdaad, ja. En ik zit er nu voor de eerste keer bij, hoe die had staat en me gecontacteerd daarvoor. Kijk ik natuurlijk nu die kansen erin. Wat dat die kansen zal zijn, geen flauw idee natuurlijk, ja. En je bevinding zelf, wat vind je van de competitie die erom hangt? Vind je dat een strijd is voor te winnen? Of wil je er eigenlijk alles aan doen om te winnen? Of? Mijn eerste doel is eigenlijk gewoon het feit van dat ik al tevreden ben dat de catch eigenlijk aan bod komt.
dat de katje eigenlijk een keer in het daglicht gesteld wordt. Ook wat mezelf betreft vind ik toch dat ik toch een beetje even worden ben als mijn tegenstander. Ja, tuurlijk dat ja. Want ik ben ook al 4 keer een tag team champion geweest. Dat is overnoemd geweest. Ik ben toen ook meedoen met de Boodle Games. Ja. Dat ik toch ook één keer de eerste plek gehouden en twee keer de tweede plek gehouden. Wat dat vrij indrukwekkend is. Dus ja, wat dan de kansen zijn, dat is oftewel wat dat dan de jurylin gaan eigenlijk beslissen over wie dat er beter is eigenlijk. En ja, natuurlijk, je had ook wel een beetje, denk ik, waarschijnlijk een boodschap in voor een tegenstanders en andere kandidaten die genomineerd zijn. Ik weet niet of je er het wat over kwijt wil, of je het wat tegen anderen wilt zeggen? Een boodschap. Het enige dat ik kan zeggen van is dat het tijd wordt dat er een andere sport in het daglicht komt te staan. Dat het niet iedere keer moet constant hetzelfde zijn. Triathlon, voetbal, koers of het wat. Maar dat er wel een keer een ander sport aan bod komt die eigenlijk ook even belangrijk is, toch zeker voor de stad zelf hier in Trot. Ja, tuurlijk dat mag. Ik kan je er iets over laten weten wanneer dat dit online komt. En in ieder geval, dank u. Tot de volgende, veel succes. Ja, dag. Wel, het hoort. Dat zal een vrij interessante strijd worden. Ik ga je er meer laten weten over hoe of wat binnenkort. Ik weet niet of je daarvan op de hoogte zit van Sportman van het jaar hier in het Rood. Er zijn 4 genomineerden, waarvan dat er 2 uitblinkers zijn. En dat is Black Cobra, Kats worstelaar. En toen hij nog van Steeland ook een triatleet. Ik weet niet hoe je dit toevallig favoriet meet voor dat te winnen. Ik zo'n bezig dat voor de Black Cobra, ja. Ja, ik weet niet. Ik vind ook wel dat de Black Cobra. Dus dat niet veel voor komt ook, hè. De kans gewoon heel niet in de spotlights. Maar ik weet niet hoe je kunt erin geven waarom dat je voor hem. Eigenlijk vooral omdat worstelen, dat komt ook al niet veel voor. Ja. En omdat dat ook een keer aan de top mag komen, vind ik. Dank u voor je er meningen te geven. Ja, natuurlijk. Het is wel een keer interessant voor dat ik objectief te weten. Ja, het is zo. Dank u. Ja, het is mooi. Dag hoor. Goed, ja. Salutjes. Ja, nee. Salutjes. Goedendag. Nu ga je waarschijnlijk wel gaan. Tijd hier dat match. Ik ken een hele paar vraagjes. Ik weet niet, hoe vind je de samenwerking met de horen met Campus Sportivo en de match? Het verloopt heel vlot, maar we worden altijd op tijd betaald en de mensen zelf ook heel positief. Nooit zijn probleem mee gehad. Ja. En nu dat we toch over bezig zijn, er is een lid van de Kats genomineerd voor Sportman van het jaar. Hadden waarschijnlijk wel kennen, Black Cobra, Koet Blauw. Ja. Ik weet niet, is genomineerd met 4 anderen, waarvan dat er eigenlijk 2 koplopers zijn, dat is Koet zelf. Ja. En van Stieland, de triatleet. Ja. Mijn vraag aan jou is, ik weet niet hoe je voorkeur hebt voor wie dat aan kan winnen van die jaren. Het was ook zeker kies voor Black Cobra. Ja, een heel aangename man, heel sportief ook, waar veel bezig. En kun je nog een boodschap voor hem zelf eet, voor hem een beetje succes te wensen? Ja, ik wens dat heel veel succes is en ik hoop dat hij dat mag denken. Oké, dat is goed, dank u. Goeiedag, ik ben hier Mere. Voor Mere te vragen aan een objectief iemand van naar wie dat de ding zo moet gaan, de stem zo moet gaan,
van Sportman van het jaar hier in Torot. Daarvoor is het Stefanie. Goedendag Stefanie. Ja. Ik heb een klein vraagje. Mm-hmm. Je hebt er waarschijnlijk over gehoord. Sportman van het jaar is al echt hier in Torot. En er zijn al degelijk twee koplopers. Je kent ze waarschijnlijk al twee wel. Van Steeland, de triatleet. Ja. En de katje in Black Cobra. Ja. Mijn vraag nu naar jou is, naar wie ga je voorkeuren? Ik vind Teenland ook een goede sportkleed, zo kan dat. En ik ga een beetje de Twiffelpaan voor Black Cobra. Ja, het is voor Black Cobra. Ja. En ik weet niet of er een bepaalde reden zit achter je keuze, of... Ja, want Teenland is ook een goede sportkleed en Black Cobra. Is ook een goeie kanaal. En dat is ook een goeie no kanaal. En allee, ook een goeie, echt een goeie sport ook zijn. Bedankt in ieder geval voor je objectieve meningen te geven. Ik ben blij dat je al verschillende mensen hebt. Wat daar mee kan doen, basic. Dat is dus het resultaat. Let of dat komt de laatste weken al gedaan in. Ik heb door al verschillende mensen gevraagd. En let of dat ik zo licht te hinden. Mijn persoonlijke keuze voor die ding is eigenlijk ook wel Black Cobra. Met de simpele reden van niet alleen omdat mijn trainer is, maar ook omdat hij toch wel verdient. Dus ik heb dit voor iets nieuws. Ik hoop voor je er zo rap mogelijk nog meer informatie te geven over hoe dat verloopt. En voor waarschijnlijk nog een beetje meer interviews te doen met Black Cobra zelf. Misschien van Stieland, misschien met de grote baas die nog een trapje hoger staat dan Black Cobra, Salvatore Belomo. Kan je er daarvoor nog op de hoogte doen? Ik zit hier samen met scheidsrechter Joey D. Ik heb enkele vraagjes voor je. Ja. In Torhout is de 6 februari is het Sportman van het jaar. Ik heb ervan gehoord, ja. En er zijn nu 4 genomineerden, waarvan 2 koplopers. Black Cobra, ken je wel? Black Cobra ken ik. Heel goed zelfs. Ja? Ja. Ik heb ervan gehoord dat je samen nog tag team champion bent geweest. We hebben etelijke keren samen in de ring gestaan. Met en tegenover elkaar, ja. Interessant, interessant om te horen. Maar, hij zelf heeft nog iemand anders wat hij tegen moet opnemen. Tegen nog 3 anderen. Maar die andere koploper is van Steeland. Ik weet niet, dat is een triatleet. Kun jij daar iets van gehoord hebben? Ik ben van Antwerpen. Dus van... Nee, ik heb er nog niet van gehoord. Een beetje ver. Ja, dat is natuurlijk begrijpelijk. Maar als het zo hoort, hunt je het Cobra? Om... Ik vind het Cobra wel, ja. Sportman van het jaar is een mooie prijs. Dus waarom niet? Ja, natuurlijk. Er steekt ook veel werk in het worstelen, dus zeker, waarom niet? Ja, natuurlijk. In ieder geval bedankt voor je objectieve mening. En de resultaten zou je... Die zal ik zeker horen, ja. Is goed. Goed. Dank je wel. Tot de volgende. Good evening. I'm here with former WWE wrestler Salvatore Belomo. Mr. Belomo, welcome. I have some questions for you. I believe you've heard of the sport guy of the year for the Torhout. You've probably heard that the Black Cobra is nominated. How do you feel about that? Very happy. And we're happy because at least we have some recognition from the people from Torhout, say we have somebody do something for the catch. And that's for me, it's very important. And I want to say Cobra is a hard worker for bring the catch to Torhout and in Flanders. And I think it's big honor. And I take my hat to Mr. Cobra. Well, and I believe you've also heard that BWS itself has been nominated for Sports Group of the Year. What are your feelings about that? Do you give us, together with you, with yourself of course, do you give it high hopes to win it? Oh, everybody like to win, no matter what it is. And I think it's fantastic to see the be dominate on those kind of
thanks to you, all your friends train, and Mr. Cobra, all the young people train together, and they have some recognition from the people. And I think that's very great, and I'm very happy to hear all that. And I will be there that night. Oh, you will be there. I will come. Very interesting, actually. Then we will see each other that same night. Same night, I will be there, and I hope we win. If we don't, we were there. Yeah, of course. Just to be there, we are the winners. Of course, wrestling gets noticed by just being nominated. Well, actually, thank you for the interview, and I hope we will win. I hope so too. Cobra!